van Thijs van Domburg. Goedemiddag. De formatiepoging tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks is officieel mislukt. 61 dagen hebben ze voor niks met elkaar zitten vergaderen en nu zit de formatie officieel in een impasse. GroenLinks is uit beeld, de volgende optie is de ChristenUnie, maar dat wil D66 weer niet. De SP wil niet met de VVD, VVD en CDA willen niet met de PVV. PvdA wil sowieso niet meedoen en 50PLUS wil graag dat Henny Huisman weer op tv komt. Heeft er op zich niks mee te maken, maar goed, waar het op neerkomt, zo wordt het nooit wat met die regering. Sommige Nederlanders zouden liefst naar een Amerikaans systeem willen. Gewoon twee grote partijen en de winnaar levert de president. Ik vind ons systeem juist wel fijn. En dan vooral door iets waar de meeste mensen juist een hekel aan hebben, compromissen. Een compromis wordt gezien als een laffe tussenoplossing. Een combinatie van twee dingen die eigenlijk niet samen kunnen. Zoals pizza en ananas, of witte sokken en sandalen, of VVD-politici en integriteit. Als je een compromis sluit, dan wijk je af van je principes. En principes, dat zijn het hoogste goed. Althans, zo is de algemeen geaccepteerde mening. Ik vind principes juist een beetje overschat. Kijk, neem nou Jesse Klaver. Die riep tijdens een campagne de prachtigste dingen. Over het milieu, over vluchtelingen, super sympathiek allemaal. Maar iedereen wist, dit gaat nooit gebeuren. Want GroenLinks gaat nooit de meerderheid halen. En dat is oké, okay, dat hoort bij de politiek. Ik beloof thuis ook altijd dat ik de haren uit het putje zal halen na het douchen. Dat doe ik ook niet. En dat weet mijn vrouw ook wel. Ik wacht net zo lang tot er een enorme bal in het putje zit. Dan haal ik hem eruit, plak ik er twee oogjes op en dan geef ik hem weg als cadeautje bij mijn eerstvolgende kraamvisite. Maar door die mooie beloftes van Jesse kan dat nieuwe kabinet dus nu in de prullenbak. Althans, dat is wat ze naar buiten brengen. Daar waren wij niet bij. Misschien kwam het door iets anders dat de formatie mislukt is. Zij is een keer naar de vergadering met z'n allen naar de film gegaan. En ging je daar fout? Dat ze van tevoren popcorn gingen halen. En dat Buma toen zei, nee hoor, ik hoef geen popcorn. Want die vervolgens toch de hele tijd uit Jesse's bak popcorn zat te eten. Typisch Buma. Dat Jesse ook dacht, jezus Buma, koop dan je eigen bak popcorn. En Buma is vast ook zo iemand die één popcorn per keer pakt. Ken je dat soort mensen die zo als een soort zenuwachtige tekenfilmmuis de hele tijd popcorn naar binnen? Nee, hoe eten dat soort mensen nasi? Eén rijstkorrel per keer? Nee, iedereen weet dat je een hele hand popcorn één keer moet pakken en de popcorn met je hand als een soort trechter in je mond moet gieten. Maar goed, wat ze zelf naar buiten hebben gebracht is dat Jesse zijn standpunt over vluchtelingen te veel verschilde van die van Rutte en Buma. En dan zou je kunnen denken, goed zo Jesse, goed dat je achter je in principe staat. Maar ik dacht alleen maar, fuck, VVD, CDA, D66 en GroenLinks, dat heeft niet per se mijn voorkeur, maar van de realistische opties is dat veruit mijn favoriet. Want nu kwam opeens de ChristenUnie weer in beeld. Dat vind ik altijd zo'n verwarrende partij, de ChristenUnie. Allemaal leuke standpunten over migratie, milieu, hartstikke fijn. En dan, oh ja, we zijn tegen abortus en euthanasie. Doei. Wat? De ChristenUnie is een beetje als een leuk meisje waar je verliefd op wordt en een relatie mee krijgt. En als je dan met haar gaat samenwonen, blijkt opeens dat ze fan is van de toppers. Zit in godsganse dag tegen een kartonnen Gerard Joling aan te kijken. Maar ja, euthanasie en abortus, dat zijn breekpunten voor de ChristenUnie. Die willen niet van hun principes afwijken. En de SP wil niet met de VVD, want liberalisme is tegen hun principes. En de PvdA vindt principieel dat ze als verliezende partij helemaal niet moeten meedoen. En dat alles zorgt er straks voor dat er voor CDA en VVD niks anders op zit om te gaan praten met de partij waar niemand mee wil, de PVV. En als het straks september 2017 is en de algemene beschouwingen zijn bezig en Jesse Klaver, Gert-Jan Segers, Emiel Roemer en Lodewijk Asscher lopen met tegenzin naar de interruptiemicrofoon om vragen te stellen aan de net beëdigde minister van Landbouw, Dion Graus, dan hoop ik dat ze toch een beetje balen van al die mooie principes.